Music. Ik ga toch even wat anders draaien. Namelijk het nummer wat ik eerder beloofd heb, een minuut of vijf geleden. De dansers op de grote markt, die zijn er namelijk helemaal klaar voor. En even de speakers die we hier hebben in Breda ook wat harder zetten. Zodat, net als bij de set van Armin net. Het kan best wel hard hier, heb ik gehoord. Je trilt hier je bed vanuit, weet ik. Ja, dan moeten jullie mij niet bellen. Nee, dat maakt er niet uit. Eens even kijken. Kan ik eigenlijk met je praten met degene van Coldplay? Ja, hier ben ik. Nog even je naam voor één keer. Met Sanne. Sanne, ja. Van Irish. Ja, van ja, Irish Productions. Okay. Dat klopt. Jij staat bij jouw 10 dansers. Ja. Die zullen het al een beetje koud gekregen hebben na al die minuten. Ja, die hebben het koud, ja. Die hebben er zin in. Nou, warm dansen, dat is dan het credo. Ja. De pauk is daar. En dit is de plaat waar jullie het voor doen. Coldplay, Viva La Vida. Op dit moment staan alle dansers nog stil in het kruis. Dansers helemaal in het rood gekleed. Tussen kaarsjes in de vorm van een rood kruis. Want het dus zelf gemaakt wordt op de manier waarop ze ertussen dansen. Het gaat gelijk, het gaat prachtig. Mooi. Fascinerend. Waanzin. Ja, Armin, wel kloot. Het is echt op de kleur. Goed. En laat je even horen in Breda ook hiervoor, zeg. Ongelooflijk. Xanne, ben je er nog? Xanne. Ik sprak je
Sanne is weg, helaas. De leidster, degene die ik net sprak hier bij het raam. Nou ja, misschien heeft hij zo nog even terugkomt. Dan kan ik er persoonlijk nog even laten weten. En terwijl de 10 dansers op rij buigen voor de grote markt. Helemaal in het rood gekleed. Keurig en waanzinnig uitgevoerd. Gisteren ook nog 5 uur erop geoefend. Te gek hoor. En dat gewoon even op de gemiddelde maandagnacht. Nou ja, helemaal normaal is het ook niet.